klonken de ijzelijke kreten, uitgestoten door het vuur aangetaste lichaam van Elisabeth Vlamings nog in de oren. Robert, een heel speciaal boek. Van waar het idee over heksen? De inspiratie voor dit boek kreeg ik door een vergadering van de gemeenteraad vorig jaar in de maand mei. Raadslid Schietekatten stelde voor om de heksen, de Gentse heksen uit de 16e eeuw ongeveer, eerherstel te bieden. En Schepen Zoogier, die verantwoordelijk is voor cultuur, heeft daar onmiddellijk op gereageerd. En toen ik dat verslag las, dacht ik onmiddellijk, ah, dat is misschien wel interessant voor een verhaal. En ik had dat verhaal voorgesteld aan mijn uitgever, Odyssee Reisgidsen. En ik ben beginnen zoeken. Ik heb de namen van de heksen opgezocht. Ik heb vooral plaatsen gevonden die in verband staan met heksen. Bijvoorbeeld op het einde van het Laurentplein is er de Brabantdam. Maar daar was vroeger de Brabantpoort. En aan de Brabantpoort was er een watermolen. En de echtgenote Adriana Schepens van die molenaar was een van de eerste die beschuldigd werden van hekserij. Maar mede dankzij de inspanning van haar echtgenoot is ze dan toch vrijgepleit, als het ware. Maar ik moet eraan toevoegen, vrijgepleit worden was meestal iets voor mensen die de weg kenden, die advocaten konden betalen. Over het algemeen denken we nogal vaak dat heksen oude arme vrouwtjes zijn, maar ongeveer 1/5 van de Gentse heksen en ook in andere steden zijn mannen. Het gaat hem hier over de heksen. Ja, klopt. Toch wel een bijzonder thema of een thematiek dat toch lang over het hoofd is gezien geweest, maar toch wel ook een bepaalde periode heeft gekend van brutaliteit, ook in onze prachtige stad Gent, van mannen en vrouwen die effectief zijn gevolgd en vermoord geweest, omdat men een vermeende heksen was. En ja, dat is toch wel een passus dat we toch ook niet mogen vergeten. Zeker wanneer je vandaag ook gaat gaan kijken. L'histoire se répète, de geschiedenis herhaalt zich. De onverdraagzaamheid, de vooroordelen, de sociale media als schandpaal tegenwoordig. Dat zijn toch wel een aantal fenomenen die terug de kop opsteken, herkenbaar. Vandaar dat het meer dan ook belangrijk is om te reflecteren op dat stukje van onze geschiedenis. En tegelijkertijd dat ook te plaatsen in een breder kader naar vandaag toe, om daar ook bij stil te staan. Er wordt eigenlijk op verschillende plaatsen veel gedaan voor de heksen. Gaat Gent zich ook daarbij aansluiten, eventueel al de verenigingen die daaromtrent zijn, want het is wel een heel grote vereniging, om die heksen in eer misschien ook allemaal samen een keer te herdenken. Dat klopt, dus we gaan effectief ook gaan voor een gedenktekenplaats. De keuze is ook al gemaakt, Veerleplein, want historisch gezien is dat de plek, niet het Gravensteen, maar wel het Veerleplein waar het historisch is gebeurd, hoofdzakelijk. En daar is het de bedoeling dat we inderdaad met een QR-code ook zouden kunnen werken, waarbij men dan digitaal ook de namenlijst kan opzommen. Die kan ook altijd systematisch geactualiseerd worden, om inderdaad al die mensen neer te herstellen en ook te herdenken. En de context ook mee te geven van al die mensen die inderdaad die gruwelijke periode hebben meegemaakt, jammer genoeg.